De voetbalbond van Curaçao heeft Remco Bizantini na zijn ontslag 2 jaar geleden weer in ere hersteld en hem met onmiddellijke ingang opnieuw benoemd tot bondscoach van het nationale voetbalteam. Zondagochtend was Remco te gast bij RN7 Sport. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Remco, jarenlang bondscoach geweest van Curaçao. Vanaf augustus 2020 was de voetbalwereld in rep en roer, want Remco Bizantini ging naar een zijspoor. Ja, wat dat betreft wel. Heel onverwachts kwam het toen inderdaad uit de hoek. En dat voor mij natuurlijk heel erg vervelend was, maar ook voor Curaçao en waar we mee bezig waren natuurlijk. Ontslag met veel gedoe, met rechtszaken en uiteindelijk veel pijn, teleurstelling. En je was ook wel een heel beetje tot op het bot gekrenkt, hè? Ja, wat dat betreft wel. Destijds wel, want natuurlijk wel, dat gun je niemand. Hè? Iets wat... Ik hou wel van bepaalde rechtvaardigheid en dit was gewoon iets wat niemand had zien aankomen. En dan is zo'n klap natuurlijk wel hard. En aan de andere kant hoop je daarna dan dat toch met Curaçao natuurlijk goed gaat. Want dat blijft natuurlijk toch in je hart zitten en dat was jammer genoeg niet het geval. Ja. Er was ook een flinke afkoopsom die betaald moest worden door Curaçao, want ze hadden jouw kindje afgenomen. Hè? Dat kindje is terug, dat geld mag je gewoon houden. Ja, nee, dat van destijds natuurlijk gewoon afgerond. Maar het contract wat ik nu heb, die overeenkomst voor 4,5 jaar tot en met het WK 2026, ja, die is natuurlijk heel goed dichtgetimmeld. En als er nu wat mij overkomt na 2 maanden of na 1,5 jaar of 3 jaar, dan hoef ik in ieder geval niet meer naar de rechtbank. Dan is alles wel helemaal heel goed geregeld, ja. Dus het was niet zo bij het kruisje even tekenen? Nee, dat zeker niet. Nee. Zeker niet. Maar waar ik veel meer benieuwd naar ben, Remco. Hè? Op een gegeven moment dan ben je bezig met Canada als assistent bondscoach. En je gaat dan naar Qatar, naar de WK. En dan komt er een telefoontje uit Curaçao. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, precies zoals je zegt. Maar kijk, ik heb destijds voor Canada gekozen. Hè, na het incident met Hiddink. Omdat het totaal iets anders was. Ook een verrijking voor mijzelf zou kunnen zijn. Mm-hmm. Want het Caribisch gebied, daar ben ik wel gewend. En die verrijking is er ook geweest. Maar ik heb met Canada hele goede overeenkomsten, goede afspraken gemaakt. Dus mits er voor mij in de toekomst een bondscoachschap, waar dan ook wat ik interessant vond of kon gaan doen. Dan gaan onze wegen op een hele goede manier uit elkaar. Ja. En Curaçao is natuurlijk een heel ander verhaal. Kijk, daar ligt mijn roots. En daar is voor mij natuurlijk geen seconde voor dat ik... Maar wie belt dat dan? De bond zelf. Ja, de nieuwe voorzitter. Dat is een oud voetballer van Heerenveen en Veendam. Ja, 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 de nieuwe voorzitter geworden van Curaçao. Ja. En die heeft eigenlijk sinds 6 weken is hier nieuw aangesteld. En heeft gewoon schip gemaakt met alles en iedereen wat eigenlijk niet toe doet. En dan hoort ook een Hiddink bij en een Kluivert en uit Langeren. Allemaal ontslagen, zoals we het noemen. Die hadden ook een doorlopend... En Maduro en Alex Koon, al die gasten zijn allemaal van het toneel verdwenen. Ja, wat dat betreft wel. Dus wel, ik vind het alleen maar goed waarom. Kijk, ik bedoel, als je de laatste 1,5 jaar zag, dan... Kijk, het moet wel Curaçao blijven. Ja. En wij zijn ook maar gewoon Curaçao, zeg ik altijd. We zijn geen Nederlands elftal. En daar begon het op te lijken om het echt over te nemen. We zijn ook geen Brazilië, we zijn ook geen Argentinië, maar gewoon maar Curaçao, die het op een hele goede weg, op een hele goede manier heel goed heeft gedaan. Ja. Maar toch even terug naar het moment, hè? Die telefoon die gaat. Ja. Die voorzitter, nieuwe voorzitter, 6 weken is je voorzitter, die belt Remco Bizantini. Wat is dan de eerste vraag? Nou ja, de eerste vraag, op het moment dat hij belt, dan wist ik al genoeg. Had je het verwacht? Moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, jawel, wel verwacht in die zin. Kijk, het gaat om resultaat. En als je ziet hoe het resultaat gegaan is de afgelopen periode, dan moet er iets gebeuren. En ja. Moest je jezelf inhouden om geen juichstemming te creëren? Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Dat heb ik wel gedaan. Mm-hmm. Natuurlijk, ik heb wel een juichstemming. Maar het moet natuurlijk wel goed gedaan worden en goed geregeld worden. En dat is gebeurd. Ja. En voelt dat dan ook Remco als in ere hersteld? Nee, het voelt alsof ik iets mag gaan afmaken waar ik mee begonnen wel. Kijk, destijds hebben we een overeenkomst gehad tot 2022, hè, dat is tot en met de WK Qatar. Ja. Dat is jammer genoeg het laatste gedeelte afgenomen met het verhaal Hiddink. En nu heb ik ook gezegd, nou dan gaat het om een project richting het volgende WK. Ja.
Dus dat gaat over een overeenkomst van 4,5 jaar tot en met het WK 2026. En dan heb je ook de mogelijkheid om weer wat op te bouwen wat afgebrokkeld is. Dat was ook mijn voorwaarde. Natuurlijk zijn er inhoudelijk natuurlijk in die overeenkomst dingen natuurlijk nu geplaatst waar ik van geleerd heb 2 jaar geleden. Ja. Heb je nog felicitaties ontvangen van Hiddink en consorten? Nee, wel van de KNVB natuurlijk. Ja. Dat vind ik ook normaal. Omdat een Art Langer en natuurlijk ook een Hiddink werkzaam zijn bij de KNVB. Maar iedereen gunt het me wel. Hè. Dat voel ik wel, de hele voetbalwereld. En het is net wat je zegt, even terug op je plaats. Maar ja, het is wel iets, er ligt wel een feit. Ik bedoel, die 5 jaar die we gehad hebben en dan de 1,5 jaar daarna. Dan zie je wel een verandering. Hoeveel binnenpret zit er in Remco Bizantini? Nou, dat niet. Niet in die zin. Kijk, wel ik ben ongelooflijk blij dat ik weer terug ben en bondscoach mag zijn van Nationale Elftal Curaçao en iets mag vertegenwoordigen. Mm-hmm. Maar ik ben wel heel erg teleurgesteld dat we die lijn niet hebben door kunnen trekken. Vooral voor het land, maar ook vooral voor de spelers. Want als je de afgelopen 1,5 jaar heb je dus een groot Gold Cup toernooi gemist. Ja. Dat is het Europese kampioenschap hier. En je hebt de finale pool richting het WK Qatar gemist. En die hebben wij met Canada wel gehaald. En dat betekent dat je gewoon 14 wedstrijden speelt op het allerhoogste niveau. Hè, tegen Mexico, tegen Amerika, Costa Rica. Waardoor je als speler en als land natuurlijk ook een enorme bagage erbij krijgt. En natuurlijk je level vergroot. Ja. In dat opzicht ben ik wel teleurgesteld dat het niet doorgetrokken is. Hè, dat had ik iedereen gegund. Ook een Hiddink en een Art Langer. Want het gaat om Curaçao. Het gaat niet om Remco Bizantini. Of om Hiddink of Langer. Maar het gaat wel om het voetbal op zich. En dat vind ik wel jammer. Ja. Maar toch wel een beetje een lange neus, hè? Nou, die lange neus. Ik heb een klein neusje, hè, Antilliaan. Een dopneusje krijg je dan. maar ik heb niet zo lang rancune ten opzichte van. Ik was alleen heel erg teleurgesteld. En ik kon het gewoon niet begrijpen wat er destijds gebeurd is. Kijk, op de dag van vandaag krijg ik die vraag natuurlijk altijd overal en nergens. Ja. Alleen ja, wat er nu gebeurt, is wel een soort van gerechtigheid in die zin. Dat je weer gewoon 4,5 jaar iets kunt doen waar je heel veel plezier aan hebt. Nou vraagt iedereen advies aan Louis van Gaal in de voetbalwereld. Jasper Sillissen die vraagt advies. Ja. Wijnaldum waarschijnlijk ook wel. Dus zelfs de trainer van de Treffers, Leroy Echtelt, heeft gevraagd tegen Louis van, is er nou een goede stap om naar de tweede divisie te gaan? Ik neem aan dat jij Louis ook al even gebeld hebt. Ja, ik heb Hiddink gebeld. Ja. Even om te vragen. Hiddink. Of Hiddink heb ik even gebeld. Om te vragen wat voor mij de... Nou, ik heb hem wel gesproken. Dat was natuurlijk wel leuk. Dat was inherent een mooie vraag. Inherent aan de UEFA Pro-opleiding die ik heb gedaan. En dat is Louis van Gaal ook bij ons geweest. Dus hartstikke leuk. Fantastische man, moet ik eerlijk zeggen. En van dat soort personen leer je gewoon ontzettend veel in de hele doen en laten. Wat zo iemand doet. Zijn felicitaties heb ik wel gehad. Ja. Maar je hebt de voorzitter van de coach in betaald voetbal heb je niet geraadpleegd? Nee, waarom? Daar heb ik geen reden voor. Maar dat staat er allemaal los van. Ja. En kijk, de KNVB is de KNVB. En de mensen die daar werken, die, dat is ook niet de Curaçaose voetbalbond. Nee. En daar heb ik mee te maken. De erecode in de trainerswereld is belangrijk, hè? Ja. Hoe belangrijk is die voor jou? Altijd heel belangrijk geweest. Ja. Ja, kijk, en de erecode is hier in Nederland met het CBV. En op Curaçao, dat hoort dan weer niet bij de CBV. Maar dat is voor mij altijd belangrijk. Je hebt natuurlijk veel reacties gehad uit de voetbalwereld, nationaal en internationaal. Ja, ja. Verrassingen erbij? Ja. Nee, geen verrassingen, helemaal niet. Alleen de hele erg blije en leuke reacties om het feit, daar hoor je thuis. Mm-hmm. En kijk, nogmaals, als er in die 1,5 jaar een stijging was geweest, was het misschien wat anders geweest. Dan was dit ook niet gebeurd, hè, want het gaat er uiteindelijk om winnen. Maar wat ze nu gezien hebben is dat je eigenlijk in 1,5 jaar 3-4 trainers gehad hebben. Want ze wilden zogenaamde namen naar voren halen. Ja. Maar dat werkt niet. Ik denk dat je, dat geldt voor Nederland ook. Als je als buitenlander in Nederland komt, dan moet je je aanpassen. Dan moet je cultuur kennen of leren kennen.
En vanuit daaruit ga je je werkzaamheden doen en niet andersom. Ja. Hering had een assistent. Langele had een assistent. Wie wordt jouw assistent? Ik hou het op zijn Antilliaans. Ik heb altijd fantastisch gewerkt met assistenten ook destijds. Ja. En dat heb ik weer helemaal teruggenomen op 1, 2 na. En daar hebben we ook de grootste successen mee behaald. En dat is ook het Curaçao. Ja. Even terug naar het WK in Qatar. Je was met Canada al bezig met die voorbereiding. Dan ga je plots weg. Ja. Wat doet jou dat? Het is tweeledig. Maar aan de andere kant ook weer eenledig. Want dit is wat ik het liefst doe. Ik heb er ook geen seconde over na over denken. En het was voor Curaçao ook nu of nooit. Ik ben per direct ook begonnen. En ze hebben dat de overeenkomst ook aan weers kanten. Het was natuurlijk wel fantastisch dat mijn advocaten destijds het hele verhaal met Hiddink ook deze zaak hebben opgepakt. Ja. Die hebben me beloofd om me te helpen voor het leven. Nou, dat hebben ze goed gedaan. En dan ook direct beginnen. Kijk, want in september heb je ook weer een FIFA-kalender. Daarbij komt ook het feit dat wij ook weer tegen Canada spelen. Een hele belangrijke wedstrijd februari, maart voor de Nations League. Ja. En ik vind het respectloos om, dat is ook een punt, om dan met Canada iets te doen en in februari in één keer te tekenen voor Curaçao. Ja. Maar je hebt dus met Canada gewoon goede afspraken gemaakt. Ja. Maar dat was al in het beginstadium. Het beginstadium was de afspraak. Ze hebben mij gevraagd destijds naar Hiddink. Daar was ik heel erg vereerd door. Kijk, als er een mogelijkheid kwam die ik zelf zou willen voor een bondscoachschap. Dus echt een bondscoachschap. Dus niet ergens anders bij een land assistent worden of bij een club. Dan ben ik vrij om te gaan. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je hebt ook nog in de tussentijd het diploma coach betaald voetbal gehaald. Het hoogste diploma. Ja. Dat is natuurlijk top. Ja. Dat had je ook nodig om in Curaçao op deze manier aan de slag te gaan? Nee, dat niet. Want voor bondscoachschap heb je geen het hoogste diploma niet nodig. Maar het is wel een hele mooie, als ik het hele positieve uit het negatieve haal. Heeft ze me natuurlijk geen wendeieren gelegd. Mm. Want in die tussentijd belde Erik Gudde mij van KNVB op. Was toen nog directeur. Ja. Of ik mij pro-cursus wilde halen, dat mocht ik destijds niet doen. 10 jaar geleden in combinatie met bondscoachschap. Mm-hmm. Nou, die heb ik intussen gehaald. Daar kom je ook zomaar niet op. Die heb ik gedaan in combinatie met de assistentrol bij NEC. En Canada natuurlijk. Dus in deze 2 jaar, of ruim 1,5 jaar, heb ik me wel verrijkt met iets in positieve zin die ik anders normaal gesproken niet gehad zou hebben. Ja. De KNVB is een tijdje op zoek geweest naar een coach voor de dames. Hè? Want de trainer Parson die werd ontslagen. Maar je was al bezet, je was net weg. Ja, jammer. Ja. Wel jammer. Het is mooi om met vrouwen te werken natuurlijk. Ja, dat was iets voor jou geweest. Nou, ik zou me zeker thuis voelen. Ik voel me heel veel dingen thuis. Ja. Maar het is niet voorbij gekomen. Nee. Ik had al eerder Curaçao natuurlijk. Ja. Maar het was ook niet aan de orde. Laat dat duidelijk zijn. Remco, hoe zit de periode eruit, de komende periode Curaçao? Nou, ik ben al heel erg druk natuurlijk, maar ik ben gelijk begonnen, begin augustus. Het is nu natuurlijk de selectie weer helemaal opnieuw samenstellen. Je staf waar ik mee bezig ben, heel veel afspraken. We hebben in september, over 3,5 weken heb ik een toernooi aangenomen. Of een interlands in Indonesië. Fantastisch daar in Jakarta. En dan krijg je weer de Nations League die na het WK begint. En dan vele spelers bekijken natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk je ding. Hè. Komen er nog nieuwelingen bij waarvan mensen verwachten dat het niet zou zijn? Nou ja, dat is ook altijd een verhaal van je moet die en die en die halen. Maar mensen weten natuurlijk niet dat veel spelers of een aantal spelers nog in de Nederlandse elftallen zitten. In de vertegenwoordigende elftallen. Maar ik heb natuurlijk wel altijd mijn gesprekken met die jongens. Zoals dat ze een keuze kunnen maken op het moment dat het Nederlandse elftal uit beeld is. Maar er zijn ook genoeg jongens die gewoon in de Jupiler KKD spelen of ergens in Europa. Waarvan ik zeker weet dat ze niet meer in aanmerking komen voor het Nederlands elftal. Ja, daar ben ik wel mee bezig. Dan ben je in deze periode thuis in Wijchen, nu hier in de studio in Nijmegen. Dat zal weinig zijn, denk ik, in Nederland. Ik ben veel onderweg. Ja. En ik ben nu ook 3 dagen terug uit Curaçao. En die jongens spelen ook allemaal in Europa en in Nederland. En daar ben je mee bezig. Ja. Wat ga je vandaag doen? Een belangrijke dag voor mij. Ja. Om 2 uur wil ik uiteraard bij ABC zijn tegen Juliane. Dus die wedstrijd ga ik bekijken. En ik hoop dat er ook wat Antilliaanse jongens tussen zitten. Dan kan ik misschien
Dat is koud, ja. Je bent 5 jaar trainer geweest bij AWC, 4 jaar bij Juliana. Het zijn toch 2 clubs die jou aan het hart liggen. Ja, uiteraard. Dat is gewoon... dat hoort een beetje bij mezelf op dit moment, ja. We gaan straks praten met beide trainers, Camille Jager en Ton Kosterman. Dus blijf bij ons en dan wellicht dat je nog je zegje mag doen. Ja, ik heb wel goede adviezen voor ze natuurlijk. Nou,